kind. Kijk. Kabak. Oh. Ja, naar de lokaal van Trabuis. Ja. Zet hem op. Oh jongens, ik ga het toch hard slapen. De directeur loopt met messen door de school. Meneer Delgado natuurlijk, hè? Maar dit is voor de debatdag. Ja. Jullie weten half niet hoe trots we zijn dat jullie hebben gewonnen op de debatdag. Gistermiddag ging de telefoon en herrie. We stonden in de finale, werd er gezegd. Nou, dat was al een feest en dan nog winnen ook. Ik heb je op Facebook gezien, hartstikke goed. De afgelopen jaren is onze meester Frans Badloep is hier met volle overgave, heeft hier gestaan. Heeft hij altijd zijn best gedaan voor onze school en zeker voor dit, want dit was echt zijn dingetje. En ik wil hem heel erg bedanken namens ons allemaal dat hij dit heeft gedaan. En dat hij er dit jaar niet bij kan zijn, nooit meer bij kan zijn. En dat wil ik dan toch wel even duidelijk hebben gemaakt. Dus daar wil ik heel erg voor bedanken. En weet dat we allemaal ontzettend trots op jullie zijn. Echt ontzettend trots. Vandaag maar een gebakje. We zijn niet compleet, want sommigen zijn op het ROC vandaag. Maar geniet ervan. En ik hoop dat je ouders ook hartstikke trots op je zijn. En deel alle filmpjes met mevrouw Buijs, want die gaat ze gebruiken voor Nederlands, van hoe je nou een goed debat gaat voeren. Het was hard werken, hè? Het was hard werken. Helemaal hartstikke gefeliciteerd. En voor ons als docenten, misschien ook wel een beetje voor jullie, werd er ook nog meteen gedacht aan Frans Badloep, die al die jaren met het team mee is gegaan. En nou, dan denken we ook nog aan hem. En wat een schitterende beker. Dus, ik denk ergens in dit lokaal, juf. Denkt u ook niet? In de vitrinekast. Oké. Of in de vitrinekast. Nou. En anders zetten we hem elk kwartaal ergens anders. Hey, ga er lekker van genieten. Want voor je het weet... Wat zeg je? Dat er een foto bij moet, bij de beker. Dat gaan we ook zeker doen. Foto's genoeg. Jongens, geniet ervan. Dank jullie wel. En eet smakelijk. Willen jullie onder het glas van jullie taartje nog eventjes het laatste debat van gisteren? Ik wil ook niet graag voor een filmpje. Moet er gewoon echt Ja, want als er geen wijn zijn er geen klappen. Dit is